allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Zultrex. De enige echte natuurlijk. Ja, ja. Nou jongens, blijf ik mijn abonnement houden? Blijf ik geabonneerd op de Efteling? Blijf ik daar een abonnement op houden? Want van de week was het nieuws dat er dus niet meer gerookt mag worden. Nou, jullie weten het, ik ben een fanatieke roker. Ik steek het niet onder stoelen of banken. Dat was hem. Dus ja, ik zit te denken. Ja, slagharen en zo heb rookplekken. Dus ik ben denk wel dat er misschien dan wel rookplekken komen. Ik ben natuurlijk ook in Emmen toen geweest bij Wildlands. Samen met mijn moeder, mijn zwager en mijn zus. Ja, ik had er niet echt problemen mee, dat niet. Maar als er echt een algemeen rookverbod komt. Ja, ik weet het niet. Ik vraag het me eigen af. Ik vraag mij heel erg af of dat het dan nog wel rendabel is. Sowieso, als het echt een algemeen rookverbod wordt. Als het een algemeen rookverbod wordt, ja dan wel. Dan is het echt einde abonnement jongens. En dan zullen jullie ook geen vlogs meer zien op mijn kanaal van de Efteling. Ja, ik zit te denken erover. Ik zit te denken. De ene keer wordt het heel goed bekeken. De andere keer, ik vind de laatste tijd wel weer wat minder. De laatste tijd gaan de kermisvlogs, die gaan omhoog. Echt, die kermisvlogs, die vliegen de tent uit. Ik moet eigenlijk nog eens een keer mijn algemene statistieken erop nalaten. Maar ik vond de laatste Efteling-vlog was volgens mij ook niet echt heel erg goed bezocht. Kermis in ieder geval wel. Dat blijven we gewoon natuurlijk doen. Als er geen Efteling-vlogs meer zijn, dan gaan we gewoon kermissen doen natuurlijk. Want kermissen blijven gewoon aan de gang natuurlijk. Nou, jullie zien het achter me. Ik heb achter me de première. Dat is vandaag. Het is vandaag woensdag 13 april. En 13 april, dat is ook een hele rare dag altijd, 13 april. 13 april, dat is de dag dat mijn vader overleed. En dat is nu, vandaag, in 2022, is dat precies 10 jaar geleden dat mijn vader overleden is. Ik mis hem nog. Papa, ik hou van je boven. En het is toch wel eventjes kloten. Het is even balen, eventjes... Toch even erover nadenken. Je zit er toch mee. Ik heb toch ook best wel vandaag weer de hele dag er eigenlijk wel een klein beetje mee gezeten. Dus ja, het is niet echt een leuke dag vandaag, 13 april altijd. Maar dat is altijd. En 13 april gaat ook weer weg. En het belangrijkste is dat hij zit hier, wordt altijd heel vaak gezegd. Ik zal hem nooit vergeten. En zolang ik hem niet vergeten ben, is hij nog steeds onder ons. Je denkt er wel aan. Precies 10 jaar terug. 10 jaar alweer zonder hem. Ik moet wel zeggen, ik ben in 10 jaar tijd ben ik volwassener geworden. Beter geworden. Dus hij kan boven trots op me wezen. Dat wel. Dus het is toch wel een vreemde dag vandaag. Ik heb weer lekker problemen met de buren. Ik had net de politie gebeld. De politie komt gewoon niet als er geluidsoverlast is. Echt fantastisch. Ik heb dan maar weer een berichtje gestuurd naar mijn woningstichting. Dat ik weer geluidsoverlast heb. Maar ja, die kunnen ook niet veel voor me betekenen. Dat is de woonbron. Oh, daar heb ik het per ongeluk toch gezegd. Ik zei in de vorige vlog van, ik zou het niet zeggen. Ja, de woonbron. Daar kunnen we er ook niks aan doen. En willen er eigenlijk ook niks aan doen. Je bent echt op je eigen aangewezen. Nou heb ik wel. Wat ik merk. Ja, ik hoor nog wel nu wel wat boven. Maar ja, nu hoor je heel eventjes. Maar dat maakt niet heel erg veel uit. Maar in ieder geval. Als ik praat. Dan...
is het wel minder. Het is ook met vlagen is het dus. We maken er gewoon het beste van. Dat is het beste wat er is. Trouwens, ik heb heel goed nieuws. Boquito, die was een beetje ziekies, maar die begint nou eigenlijk weer te eten. Dat is eigenlijk ook wel weer een voordeeltje. Hoe lang heb ik nog? Ik heb nog... nog 10 minuten, dan gaat de première beginnen. Ik heb echt zoveel zin in de première. De première van de vlog in Den Haag. De kermisvlog, de mega kermis in Den Haag. Super kermis. Ja, was fantastisch. Ik heb trouwens... Gisteren ben ik nog eventjes... ik stream nu bijna elke dag stream ik. Omdat ik ook een beetje afleiding wil hebben. En... begin van de avond zat ik heel even met Ramon. Zat ik eventjes te zeggen van, Action, 10 euro. Een nieuwe headset. Dus die heb ik gelijk maar eventjes opgehaald. Ik ben gisteren nog even naar de Akkerhof geweest. Bij het eindpunt van de metro. Toen heb ik Ger ook nog even gezien. Die woont daar in de buurt. En... ik wilde eigenlijk ook in de buurt gaan wonen. Ik ga waarschijnlijk verhuizen. Binnenkort, over een paar jaar. Weet ik nog niet. Ik weet nog niet precies wanneer. Want ik sta nog maar 3 jaar ingeschreven. Dus ik denk niet dat ik echt gelijk dringend een woning heb. Dat denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Maar goed, in ieder geval. Ik ga er wel binnenkort mee beginnen. En ik... ik vind het wel leuk, weet je wel. Ik ga wel... Als ik daar woon, en ik woon daar een hele tijd, of een tijdje woon ik daar zo, dan ga ik al deze vlogs terugkijken. En denk, dat was nog in mijn oude huis, was dat nog. Dus dat is wel leuk. Dat vind ik wel heel grappig, vind ik dat. Lijkt me wel heel raar, lijkt me dat. Maar goed, in ieder geval, ik ga hem neerleggen, want de première gaat zo beginnen. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal, druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En ik spreek jullie allemaal. Bijna is het weekend. Ik moet alleen morgen nog werken. En dan is donderdag. En dan ben ik vrijdag vrij, zaterdag vrij, zondag vrij en maandag vrij. En waarschijnlijk, normaal gaan we altijd op zaterdag altijd naar de kermis. Waarschijnlijk gaan we deze week gaan we zaterdag naar de kermis en zondag naar de kermis. Dus dat wordt wel heel leuk. En ik ben maandag, de tweede paasdag, ben ik ook niet thuis. Want dan ga ik ook weer weg. Want dan ga ik naar mijn zus en mijn zwager toe in Vlissingen. Dus dat is ook wel leuk, is dat. Dus een hele hoop leuke dingen. Een hele hoop leuke dingen gaan we doen. In ieder geval. Ik bedank jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Abonneer dus. Belletje. Like deze video. En ik spreek jullie allemaal. Ik ga snel naar de première. Want de laatste première die ik had, dat was... dat was Berg op Zoom was dat. Daar, het was heel gezellig die première. Gisteren hebben we de video gehad van... hoe heette dat plaatsje nou ook weer? Delfgauw. Die heb ik gewoon online gezet. Zonder première, want het was maar een videootje van 7 minuten, 8 minuten. Maar de dag daarvoor, maandag, toen hadden we de première van Berg op Zoom. Toen was het echt druk in de chat was het. Het was druk in de chat. Er waren veel kijkers. Dus het belooft vanavond weer een gezellig avondje te worden. En na de première ga ik weer lekker livestreamen met GTA 5. En jullie weten het. Ben je nog niet op me geabonneerd? Volg je me nog niet op Twitch? Volg mij op Twitch. Mijn telefoon die ging af. Volg mij op Twitch. Dan kunnen jullie kijken naar GTA 5. Jullie weten dat tegenwoordig stream ik niet meer op YouTube, maar stream ik op Twitch. De GTA livestreams die zijn dus verhuisd naar Twitch. Dus als jullie de vorige vlog niet gezien hebben over Twitch, want ik had er nog een speciale video over gemaakt. Volg mij op Twitch, want daar zijn de GTA livestreams. Jongens, groetjes. Bye bye. Ik ga er vandoor, want het is echt nog maar 7 minuten en dan gaat het beginnen. Dus ik ga me klaarmaken. Nou ja, mijn laptop die staat al klaar. We gaan er een leuke avond vanavond van maken. Groetjes. Doei doei. Hoi.